gisteren wel een hele leuke dag om op de fiets te zitten. En vorige week heb ik ook al iets te veel pech naar mijn zin. En vandaag zat dan weer in het begin niet mee, maar ja, dat is me gebleken als je erin blijft geloven dat het soms dan nog goed komt. En dan bleek dat Mathieu ook nog pech had. Dus het is jammer dat door pech de koers met beïnvloed waren, maar uiteindelijk hebben we allebei ons deel even gehad, denk ik. En ja, denk ik dat ik door te blijven koersen dat geloond heeft vandaag. Die ketting blijft er precies niet graag op liggen en ja, dan moet het toch dringend verholpen worden. Dus we worden wel een beetje moedeloos van het moment dat die ketting eraf gaat. Maar je hebt daar niet veel keuze, het is een klassement op tijd en als je je kop laat hangen, dan is het klassement al direct om zeep. Dus vooral dat klassement zat ik dan direct mee in mijn hoofd en uiteindelijk bleek die overwinning er dan ook nog in te zitten, dus zes te beter. Dit is een mooi bewijs van als je doorzet dat er dan toch nog iets haalbaar is. Zeker en vast. Het is een beetje zoals op het WK vorig jaar, om een grote vergelijking te maken. Dan. Als je na die pech blijft in geloven, dan komt er soms nog iets moois uit de bus. Dat was vandaag ook weer. Dus. Dit is een klassement dat we nu voor het derde jaar op rij bij de profs doen. En, ik heb het twee keer kunnen winnen. Ik zou dat reeksje nog willen verder zetten uiteraard. Dus ik probeer er wel voor te gaan. En elke seconde telt? Elke seconde telt. En ik zeg het, dat was ook mijn motivatie om in het begin van de koers goed te zijn voor de tussensprint. En dan na die pech toch nog erin te blijven geloven. Dus je hebt hier weinig keuze. En dat heeft ook wel charme dat je voor die tijd moet blijven knokken. En ik ben daar wel voorstander van dat er zo één regelmatigheidscriterium tussen zit.